vanuit Lovers. We hadden het zien wie de handjes op de kermis. We gaan Ashley even verzoeken. Ashley is ook ergens hier op de kermis. Oh, verrek, daar is ze. Hey. Even zusje Ashley. Ja. We gaan even kamelen racen. Oké, ja. Met z'n drieën. Juist als je dit zegt, die komt er allemaal in. Dat is leuk. Lekker zoals we zijn. Heerlijk. Ja. Instappen! Even een snel rondje op de kermis, nu snel omkleden en dan door naar Amsterdam voor Jokie Berendonk, voor de stichting Alzheimer waar zij mee bezig is. Een heel goed initiatief natuurlijk. En daarna zetten we ons af op de Elandsgracht voor het Elandsgracht Festival. Dus ik zie jullie zo bij Jokie Berendonk in Amsterdam. Ja, hoor. We zijn erin. Uit de tweede editie van vandaag van de Kanten Karaoke Show. Naast mij. Wie kent hem niet? Ik ben heel eerlijk, ik kende hem niet. Totdat ik hem tegenkwam in Meppel. Ik had wel gehoord van zijn café. Ik wist ook wel dat je zong. Maar ik heb hem nog nooit gezien, nog nooit gesproken. Dames en heren, Glenn de Koning. Goeiedag allemaal. Hallo. Achterin heb je een camera, een hele cameraploeg mee. Ik ben aan het vloggen. Hoi. Oh, ja, zijn jij gevlogd, hè? Ja. Allemaal leuk en aardig, dat wel. Maar uiteindelijk gaat het in de end wel om de man. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat jij... Ik heb een leuk bedrag mee. Zo. Dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 200 dikke vet. Namens Café Glenn de Koning en al hun gasten, want we hebben gisteren een ratje gedraaid. Bij elke draaiend draf hier een euro naar deze stichting. Oh, waanzinnig. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, tof. Het is allemaal voor het goede doel. Het is een combinatie tussen Alzheimer Nederland en de grote feesten die we gaan organiseren voor mensen die al Alzheimer hebben. Samen met deze familie. Het is gewoon fantastisch wat je doet. We gaan kijken, we gaan het een beetje gezellig. Ik hoop dat je start. Ik heb net getankt. Samen met jou alleen maar winnen. Samen met jou komt het wel goed. Samen met jou komt alles goed. Wat verdomme! Hij zit vol. Ja, zit die vol, dankjewel schat. Ja, toppie. Van de Café Montmartre Amsterdam, hè? Lekker. Heerlijk. Dankjewel, jongens. Weer ben jij John? Nee, niet is hetzelfde als jij er niet bent. Maar toch ben ik blij dat ik jou heb gekend. Zeg maar niets. Ik wil het nu niet horen. Zeg maar
niets, want het is al zo koud. Jij gaat weg, dus ik heb verloren. Maar laat me nog even verliefd zijn op jou. Mag jou wat vragen? Ja? Heb je misschien een muntje over voor de Stichting Alzheimer? Zeker. Oh, kijk, gaan we doen. Wat ben jij een brutaal vlegel? Ja, een brutaal mens op de halve wereld. Wat een brutale vlegel. Echt zo. Kijk eens, twee kanjes van een kind te zien. Kijk nou jongens. Dank jullie wel, heel lief. Dankjewel. Goeie schat. Ja. Hoe top is dit? Ik vond het echt wel leuk. En met op de achtergrond het volgende feest waar je heen moet, lieve schat. Ik ga jou bedanken door jou een vergeet me nietje aan te bieden. Oh, wat lief. Hij is luurtje. Dat is het teken van Alzheimer. Vergeet me nietje. Je kent het bloemetje. Heel mooi. Dankjewel. Zou zeggen, speld hem op als je wil en anders onderwaaien. Want er zit wel een gaatje in je shirtje dan. Ik wens je heel veel plezier vanavond. En doe alles wat ik ook zou doen. Hey jongens, we zijn nu op de hele dag wedstrijd in Amsterdam. Beetje herrie. Maar sfeer zit er lekker in. We gaan zometeen live on stage, dus ik heb er heel veel zin in. Bij de Jordaan in Amsterdam, zo meteen de beelden. Tot zo. Waar is dat feestje? Ik zeg waar is dat feestje? Probeer je steeds te ontwijken. En ik durf niet eens jouw kant op te kijken. Bang dat ik straks niet meer weet wat ik moet doen. Misschien ben jij mijn verboden liefde. Maar wat ik voel kan niemand verbieden. Al sta ik straks alleen. Hallo allemaal, het is vandaag zaterdag 15 september. Ik ben onderweg naar mijn ouders, want die gaan vandaag op vakantie. Zoals je misschien hebt kunnen zien in de eerdere vlog, heb ik een koffer even gebracht. En heeft mijn moeder al een hele tijd heel veel zin in. Dus we gaan ze naar Schiphol brengen. Ik ben vandaag wel een beetje ziek. Ik denk dat de griep een beetje eraan komt. Want Kevin is ook al een paar dagen ziek geweest. Dus verkouden en het zit een beetje vol allemaal. Vanavond wel gewoon een optreden. Ik wilde het eerst afzeggen, maar ik kan het eigenlijk niet over mijn hart verkrijgen. De show must go on. Dus een paar paracetamol erin en wat pastilles voor het keeltje. Lekker thee met honing drinken vandaag. En vanavond staan we in de K2 in Amsterdam in de Skiert. Dus ik neem jullie gewoon mee naar de Skiert. Gezellig, we gaan apprecieën. Helaas geen flugel voor mij. Maar we gaan er wel een leuk feestje van maken. Tot zo. Daar gaan ze hoor. Op vakantie. Ja, zin in? Heerlijk. Ja. Tot zo. Ik heb mijn nageltjes ook al Grieks blauw. Ga je mee? Dat zou wel willen. Kan niet. Here we go to the airport. Veel plezier, hè? Veel plezier! Doeg! Vanavond zijn we in K2 in Amsterdam. Het is nog niet zo heel erg lekker, maar we gaan er gewoon een leuke avond van maken. Nu is het nog leeg, maar straks bomvol en maken er één groot afterskifeest van. Het was weer een avondje K2 Amsterdam. Jongens, ik voel me echt heel erg beroerd. Ik heb mijn hele neus zit vol en mijn voorhoofd. Dus ik ga lekker een paar dagjes onder de wol. En lekker even uitzieken. En ik neem jullie snel weer mee overal naartoe. Ik hoop dat jullie het leuk vonden in K2.
Want volgens mij sta ik er 23 september, 27 september en 11 oktober sta ik er weer. Dus ik zou het leuk vinden als jullie een keertje komen kijken. Wat vind jij nou een hele leuke tent waar jij graag naartoe gaat? Zet het even hieronder in de reacties, want dat wil ik wel even weten. Misschien zie ik je daar ooit een keertje. Nou, ik zeg welterusten en tot snel. Doei!